En wat ik het allerleukste vind is als wij titels kunnen bedenken van programma's waarvan mensen denken: ah, oh, wat is dit toch te gek? En dat iedereen het aan elkaar gaat rondgeven. Uh, zelf vond ik de mooiste ooit een keer hebben we met Jan van Zetten gedaan. Die gaf een seminar over motiveren en inspireren van je mensen. Maar motiveren en inspireren van je mensen, dat, ja, dat zegt eigenlijk niks. Dus we dachten: hoe gaan we die dag nou noemen? En die, he die hebben wij gedoopt: leiding geven aan mensen die geen zin hebben. Met als ondertitel De Edele Kunst van het Vooruitbranden. En als visual een schildpad met een ra raket op zijn rug. We wisten al, dat wordt geen kaskraker. Weet je, dit is echt. Dit, maar dit gaat Lies. iedereen aan elkaar doorgeven. Ja. En dat gebeurde ook. Ja. En het allermooiste wat dan gebeurt. is dat mensen ons gaan bellen. van mag er een andere titel op de factuur? Ja. En ik dacht ik, hoezo? Ja, die mensen moeten morgen zeggen. We ja, gaan je morgen gaan ja, naar een training over leiderschap. Oh, weet ie. Ja, Leiding geven aan mensen die geen zin hebben. Dus, uh, uh, ik vind het gaaf als we dat soort dingen nog. Ja. Af en toe voor elkaar weten te boksen. Dat we echt. Uh, je laat dan ook wel zien, iedereen heeft in zijn team, uh, of in een ander team, of in de organisatie, weet wel iemand die denkt, oh, daar is de motivatie suboptimaal. En dan kun je daar wel heel erg omvloers over gaan praten, maar het, het gaat uiteindelijk om dat je leiding geeft aan iemand die gezin hebt, heeft. Uh, en wat Jan heel goed kan, is. Uh, aan het eind van dat seminar kwam iedereen naar buiten en zei ja, uh, uh, ik heb Hans in mijn team en Hans heeft niet zoveel zin. Maar dat komt door mij. Dus het moet natuurlijk wel: we gaan er niet de shaming en blaming doen. Maar uiteindelijk uh, uh, ontdekten mensen dat wat je als leidinggevende doet met zo'n persoon, dat dat enorme impact kan hebben uh, aan de positieve kant. Dus we hebben daar ook echt wel uh, we weten dat er dan wel om te draaien. Dat mensen het ook wel zien als iets waar ze echt iets aan kunnen doen. En ideeën krijgen waarmee ze ook echt aan de slag kunnen gaan.